bij deze nieuwe video. Super leuk dat je weer kijkt. Ik heb echt heel erg veel zin in deze video. Er komt namelijk iets heel leuks aan. En wat het is, gaan jullie zien wat verder in deze video. Maar ik heb er al maanden aan gewerkt. Misschien heb je wel deze video gezien aan het begin van het jaar. En daarin heb ik gezegd dat ik twee hoofddoelen heb voor 2023. En die heb ik niet verteld in die video. En één van die twee doelen gaan jullie horen in deze video. Ja, aankomende week staat helemaal in het teken van dat doel. En daar ga ik jullie in meenemen, de laatste voorbereidingen. Dus dat gaat vet leuk worden. Deze video ga ik jullie daar dus in meenemen. Maar het wordt ook gewoon een soort van, ja, inspiratievideo, productieve dagen. Oh ja, nog een reden waarom deze video goed begint. Ik heb weer Maltesers. Ik hoop natuurlijk dat je heel veel zin hebt in deze video. Bedankt dat je hier bent. Ik waardeer het. Ik heb heel veel zin om weer te filmen. Ik heb zoveel inspiratie ineens. Het is echt bizar. Als je benieuwd bent wat het is, blijf dan natuurlijk zeker kijken. En laten we gaan beginnen met deze video. Ik kwam op een idee. Het is namelijk voor het eerst sinds tijden weer zo'n keertje mooi weer. En ik dacht, waarom laat ik morgen niet gewoon de zonsopkomst gaan bekijken? Ik moet dan wel vroeg opstaan, maar ik heb er best wel zin in. Ik voel de vibe. Aangezien het gewoon zo slecht weer was de afgelopen weken, dat ik dat eigenlijk nog geen één keer gedaan heb dit jaar überhaupt, volgens mij. Zonsopkomst. Woehoe. 7:13. Ik zie jullie morgenochtend weer. Dan gaan we lekker viben met de zon. En ja, dat was. Vandaag maandag en vanochtend zijn we dus onze opkomst gaan bekijken en het was zo mooi. Het was echt de vibe. Ja, nu heb ik zelf ook wel geluk dat ik vlakbij een mooi natuurgebied woon waar je echt mooi de zonsopkomst kan zien. Maar ja, je hebt zo'n ander soort energie als je zeg maar de ochtend start met iets wat je normaal nooit doet, soort van. Überhaupt al eerder opstaan en dan iets anders doen wat je normaal doet, dat brengt je als soort van uit je normale ritme. Waardoor je weer andere ideeën krijgt. Dat heb ik altijd heel erg. Dus mijn planning voor vandaag is ten eerste om de Motivation Monday te gaan maken voor deze maandag, voor Insta. En daarna ga ik aan school, maar wel buiten, want het is mooi weer. Dus ja, dat is het plan voor vandaag. Verder ga ik vanavond nog naar concert. En je wil echt niet weten hoeveel zin ik hierin heb. We zijn al sinds december op zoek naar tickets. Via Ticketswap alles geprobeerd, hebben ze zelfs gedM'd. En ja, gisteren is het ons uiteindelijk gelukt om tickets te fixen via Ticketswap, wat echt bizar is. Uiteindelijk eentje via Ticketswap en één via GoGo. Geen idee of via GoGo betrouwbaar is, want ik las zulke slechte recensies. Dat het echt oplichterij is, dus ik hoop dat ze binnenkomen. Maar ik heb er heel veel zin in, dus dat is vanavond. Ik heb lang genoeg gepraat, dit was de planning voor vandaag. Ik voel de vibe vandaag, het is zo'n mooie dag, het is mooi weer. Ik moet het even laten zien, ik heb de meest perfecte broek ooit gevonden. Namelijk deze broek van Naked. Ja, er komt trouwens ook nog een Naked shoplog aan, want ik heb er heel veel nieuwe items, dus dat is echt vet leuk. Dus dat zien jullie later, maar deze broek heb ik alvast aangedaan omdat ik hem zo leuk vind. Oké, toen we vanochtend tijdens de zonsopkomst aan het wandelen waren, dacht ik ineens, laat ik gewoon een dagje even geen social media doen. Of in ieder geval niet scrollen door social media. Dus dit zijn de stories, een kleine challenge voor vandaag om dat ook gewoon even niet te doen. Eigenlijk al gek dat dat een challenge moet zijn natuurlijk, maar ja, eigenlijk doe ik dit om de twee weken wel een keertje puur om mezelf gewoon bewust ervan te houden hoeveel tijd ik daar spendeer en wat ik eigenlijk echt wil zien op social media. Dus dat ga ik vandaag weer doen. En hier zie je de stories in beeld. Als je het allemaal helemaal goed wil lezen, dan kan je eventjes op Insta kijken. Hier nog een mooi filmpje van de sunset van vandaag. Ik ga denk ik nu alvast gewoon naar buiten, want het is gewoon zo lekker weer. Dus ik denk dat ik nu aan mijn studie ga en dat ga ik lekker buiten doen. Een dagje zonder social media dus. Ik moet zeggen dat ik de effecten hiervan altijd vrij snel merk. Bijvoorbeeld als ik aan mijn studie ga, dat ik dan productiever ben of dat ik gewoon meer in het moment ben.
En dat merkte ik ook toen ik naar het concert ging, eindelijk. We gingen in de middag naar het concert en het was zo vet. Trouwens, de kaarten van Viagogo hebben gewoon gewerkt, dus geen oplichterij. Je ziet hier wat beelden van het concert. Dat was heel erg leuk. Zoals ik al had gezegd, heb ik de afgelopen maanden veel gewerkt aan mijn hoofddoelen. Eén daarvan ga ik nu bekendmaken. Vandaag was de dag dat ik veel bezig was met het laatste deel van dat proces. Ik ben de laatste dingetjes nog even aan het uitschrijven. Dus jullie gaan nu te horen krijgen wat het is. Ik zou jullie eindelijk even gaan vertellen wat het nou is waar ik de afgelopen maanden aan heb gewerkt. De afgelopen maanden heb ik gewerkt aan mijn eigen podcast. Ik ga een eigen podcast beginnen, vet leuk. Waves of Energy gaat het heten. Ja, ik hoop namelijk dat het een podcast wordt die jou gaat inspireren, energie gaat geven. Ik ga dieper in op bepaalde onderwerpen over mental health, mindset, ja, motivatie, positiviteit, realiteit. Ja, ook onderwerpen waarvan je denkt van waarom leer je dit niet op school? Letterlijk, waarom moet ik dit zelf maar een beetje uitzoeken? Bewustwording van gedachten, social media. Eigenlijk wel dingen die ik ook al op mijn YouTube kanaal doe. Maar dan ga ik er veel dieper op in de podcast afleveringen. Want ik denk zelf dat dat echt een plek is waar ik dat beter kan doen. Dat is waar ik de afgelopen tijd veel mee bezig ben geweest. En ik wilde het pas zeggen als ik zeker wist dat het wat ging worden. Want ja, anders ga ik jullie dadelijk iets beloven wat niet uit gaat komen. En nu weet ik zeker dat het uit gaat komen. En ja, ik ben er natuurlijk al veel langer mee bezig dan alleen vandaag. Dus ik ga jullie wat beelden laten zien van het hele proces. We gaan hiervoor even terug naar december 2022. Ja, heel grappig eigenlijk dat ik hier helemaal een idee had van wat het zou worden, terwijl het uiteindelijk iets heel anders werd. Ja, ik was er helemaal zeker van dat die podcast in januari online zou komen. Oké, test. En ik had zelfs al voor een video een stukje opgenomen om het te vertellen. Er komt binnenkort namelijk een podcast aan. Ik heb al zo lang de droom om een eigen podcast te hebben, maar ik ondernam nooit echt actie. Ik wist niet echt wat ik wilde. Uiteindelijk is dat dus niet in een video gekomen, omdat ik toch niet zo tevreden was over het concept wat ik had bedacht. En ik besloot helemaal opnieuw te beginnen. Ik maakte een hele visualisatie met al mijn ideeën, inspiratiebronnen en vision boards van hoe het zou gaan worden. Ja, mijn doel was eerst echt van het moet in januari, maar nu heb ik zoiets van nee, weet je, al komt in februari, maart, april, vind ik het ook goed. Ik heb liever dat ik in één keer iets goeds neerzet dan dat ik iets half neerzet waar ik niet helemaal tevreden mee ben. Want ik wil wel gewoon echt een goed concept bedenken en echt met iets goeds komen en niet gewoon met iets waarvan ik denk, dit kan beter. Ik besloot mezelf wat meer tijd te geven totdat het vandaag was. En vandaag is de dag van de eerste podcastopname. En hoe dat eraan toe ging, dat zie je nu. Ik ga zo de allereerste podcastaflevering opnemen. De allereerste podcastaflevering. Ik heb hier eigenlijk zo lang op gewacht. En ook een beetje tegenop gekeken. Omdat ik dacht van, het moet het perfecte moment zijn. En ja, het moet gewoon in één keer goed. Maar aan de andere kant denk ik van, weet je, dit is ook gewoon nieuw voor mij. Dus ik moet het gewoon gaan doen. En dan daarna kijk ik wel hoe ik mezelf kan verbeteren. Het hoeft niet in één keer perfect. Jij kan meekijken hoe ik dit nieuwe project ga starten voor mezelf. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Ik voel de energie om het op te nemen. Dus ik ga het doen. Test. Test. Misschien moet hij wat zachter. We gaan beginnen. Welkom bij de allereerste aflevering van Waves of Energy, de podcast. Oké. Ik heb hier zo lang over gedaan. Ik heb ongeveer een uur aan podcastmateriaal. Ik weet niet wat ik allemaal heb verteld hoor, maar ik ging helemaal los. Het was vet leuk om op te nemen. En ik ga het nu editen en de eerste aflevering is een feit. Het grappige is dat ik echt al langer dan een jaar dit wilde. En het is echt al lang een droom om een podcast te beginnen. Maar ja, ik had gewoon geen idee hoe. Ik dacht van, moet ik het wel alleen doen? Vinden mensen dat wel leuk? Ik was veel te veel aan het nadenken eigenlijk. Veel te veel gedachten. Maar het idee bleef in mijn hoofd zitten. En ik dacht, weet je, als ik het nu niet doe, wanneer dan wel? Dit is ook iets waar ik in de podcast dieper op inga. Ik ga sowieso in de eerste aflevering dieper in op je eigen ding doen. Doen waar je energie van krijgt.
Dat wordt de eerste aflevering, die heb ik dus net opgenomen. Maar daarvoor komt dus nog een intro online. De intro wordt gewoon een korte introductie letterlijk van de podcast. Dus echt gewoon een halve minuut tot een minuut of zo. Die ga ik namelijk nog opnemen. Ja, ik hoop dat je mooie dingen gaat halen uit de podcast, want dat is wel echt mijn doel om jou te inspireren. Ik doe de podcast dus helemaal alleen. Misschien dat ik later ook nog gasten ga uitnodigen als ik zelf helemaal comfortabel ben met het opnemen van de podcast. Want ik heb er nog geen niet echt ervaring mee natuurlijk. Dus dat komt misschien later, maar ik begin eerst gewoon lekker zelf. En ik denk ook dat dat wel een vibe gaat worden dus. Ja, jullie weten nu een van de twee grotere doelen die ik voor dit jaar heb gesteld. En ik vind het heel vet dat het nu gaat uitkomen en het wordt zo leuk. Waves of Energy, de podcast. We gaan naar de Mac. Ik ga eerst Finn wegbrengen, want hij is irritant. Nee, grapje, ik krijg gewoon bijles. Maar we gaan daarna naar de Mac, want we hoorden dus dat ze een McFlurry hadden met Maltesers. Nou, die moeten we natuurlijk proeven. Ik had er in Malta, had ik die al een keer op, maar toen was die gesmolten. Dus ik ben heel benieuwd naar deze variant. Dus dat gaan we doen. Ik ga met Anne er zo. En lekker niet met Finn, want die bijles. Ha! Nou, het is echt lekker, jongens. Lekker? Allemaal nemen. Allemaal. Nog wel echt een Malteser. Hij is echt fucking lekker. Goed gekeurd. Ja, ik kom hier elke dag. Doei. Nog dat. Het was vandaag alweer super mooi weer, dus ik ben eerst gaan hardlopen. En daarna ging ik beginnen met het editen van de podcast. Dit doe ik via hetzelfde editprogramma als dat ik mijn video's edit, want dat leek me gewoon het makkelijkst omdat ik het al ken. En het is best grappig, want het is eigenlijk heel simpel omdat het alleen maar audio is en dus geen video. En ja, toen nog even in de zon gechilled. Ik ben bezig met het editen van de eerste podcast. Heel grappig dat het zo anders is dan het editen van een video, want je hebt natuurlijk alleen audio. Wat best wel chill is en een stuk makkelijker. Bij een podcast denk je natuurlijk altijd van het is één lang verhaal. Ik vind het heel knap dat mensen dat doen. Want ik ben nu echt nog een paar stukjes aan het inspreken en tussendoor er nog in aan het doen. Misschien dat andere mensen dat ook doen. Ik heb geen idee hoe andere mensen dit doen. Dat zou ik wel heel knap vinden als je gewoon ergens gaat zitten en je kan in één keer een goed verhaal vertellen. Ja, er zijn heel veel stukken dat ik echt even dacht wat moet ik nu zeggen en hoe ga ik dit overbrengen. Maar dat is wat ik nu aan het doen ben deze ochtend. Ik heb vanochtend hard gelopen. Ik werd wakker en ik zag dat de zon opkwam en ik dacht oké. Ik heb heel veel zin om naar buiten te gaan alweer. Dus toen ben ik gaan hardlopen. En het is bizar. Ik heb echt heel lang niet zoveel energie gehad, denk ik. Plek is ingenomen. Hey. Eindelijk is het tijd voor de Naked Unboxing. Ik zal jullie even laten zien welke items ik heb mogen ontvangen. Dit stuk is ook in samenwerking met Naked. Laten we gaan kijken. Ik ga jullie laten zien wat er allemaal in zit. Dat je het vast weet, alle linkjes staan in de beschrijving per item. Dus dan kan je meteen naar het item toe als je hem leuk vindt. En laten we gaan beginnen. Nou, ik begin met dit topje. Hier ben ik echt fan van. Het is eigenlijk een beetje een uitgaansvibe. Ja, voor uitgaan of voor een feestje is het echt heel erg leuk. Of gewoon überhaupt voor de zomer en lente. Sowieso alle kleding die ik heb besteld nu is echt in de lente en zomervibe. Ik zal je even wat laten zien hoe ik dit topje in een outfit stel. Kijk, dit mooie pak. Ik had hem al uit de zak gehaald hiervoor. Het is heel grappig, want eigenlijk is het echt totaal niet wat ik normaal draag. Maar ja, ik vond het heel erg leuk om een beetje uit mijn comfortzone te gaan. Maar zo mooi, goede kwaliteit. Sowieso Naked, alle andere dingen die ik ooit hiervoor heb besteld, vind ik de kwaliteit echt heel top. Ook vooral met broeken. Oké, een topje. Een roze topje. Ik vond deze echt zo leuk. En voor de lente en voor de zomer. Maar dit topje, echt vet leuk. Dit is als het goed is een broek. Ik hoop dat het een goede maat is. Oeh, hij ziet er wel echt heel leuk uit.
Ja, ik ben wel fan van de cargo broeken. En deze is ook even wat lichter. Ik was in de vibe voor topjes, maar ik vond deze kleur zo mooi. En volgens mij is dit dus dezelfde als die ik in het wit had, die ik als allereerst liet zien. Maar dan is dit een bruine variant. En ik dacht, dit is echt vet leuk op een spijkerbroek, ook voor uitgaan of een feestje of weet ik veel. Vond ik dit echt heel erg leuk. En over de spijkerbroek gesproken, ook die had ik al even getest omdat ik heel benieuwd was. Maar dit is mijn nieuwe favo spijkerbroek. Ik had hem eerder in de video al een beetje laten zien, maar hij is dus high waist boven en wel echt wijd van onder. En dan precies de goede lengte. Ik heb hem in maat 34. Heel erg fan van deze. Dan nog een topje, lekker basic. Ik denk dat dit heel erg leuk staat op die broek, die cargo broek zeg maar van net. Misschien had ik hem wel een maatje groter moeten nemen, want hij ziet er wel heel klein uit. Maar even kijken hoe die valt. Ik zal hem nu even aandoen, dan kan je het zien. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat vallen. Dit is een jurkje. En ik vond het echt een vibe. Hij is van de Romee Strijd collectie. En in ieder geval, de kleur is echt heel leuk, dat blauw. Ik ben daar echt wel fan van. En het is wel gewoon een dun stofje, dus... deze is ook echt heel leuk voor de zomer en zo. Een geel topje. De camera komt hij iets anders over dan dat hij in het echt is. Maar ik zal hem even aandoen. Ja, ik vond deze ook wel heel erg leuk. Het ligt een beetje aan hoe ik hem ga combineren. Hij is wel klein trouwens, maar even kijken hoe die valt. Rood vind ik sowieso wel echt een leuk kleurtje. Nou ja, ik had deze besteld toen het iets kouder was nog. Nou, het is nog steeds koud, maar deze, gewoon een basic shirt. Ik draag dat echt heel erg vaak. Gewoon overdag. En het is wel een dun materiaal trouwens. Dus dat is echt heel chill. Kijk, het is een beetje van dat soort chill stofje is het. Nou, omdat ik dat ene roze topje zo leuk vond, had ik hem ook besteld in het beige-achtig. Dat is dus deze. Dan dit jurkje. Ik zal hem even aandoen, dan kan je het zien. Heel benieuwd hoe dit valt eigenlijk. Dan als allerlaatste dit topje. Ook wederom weer voor uitgaan. Ik zal hem even laten zien. Dat roze is ook leuk met het glitterachtige. Nou, mocht je geïnspireerd zijn en ook je lentekast willen aanvullen met de code EVAROOS, krijg je 30% korting op als je een nieuwe klant bent bij Naked. En met diezelfde code krijg je als bestaande klant 15% korting. Ja, als je de code wilt gebruiken is het dus wel belangrijk dat je een account aanmaakt, want dan kan je hem gebruiken. En hij is trouwens 1 week geldig vanaf het moment dat deze video gepost is. Nogmaals, alle linkjes staan in de beschrijving, daar kan je checken. Ik wil Naked heel erg bedanken voor deze samenwerking. Echt heel vet, mijn hele lentekast is in 1 keer aangevuld. Nou ja, eerst nog de kast in elkaar zetten voordat ik ze er letterlijk in kan leggen. Maar ik heb letterlijk al mijn items nu gewoon voor de lente en de zomer. Dus heel erg bedankt Naked voor deze samenwerking. En ja, dat was het voor Naked. Oké, altijd als ik iets op Insta wil plaatsen, weet ik geen caption. Dan ben ik zo van, ja, oké, gewoon wat random foto's van deze dagen bij elkaar. Ik heb altijd echt Insta post anxiety. Ik weet echt niet waarom, eigenlijk, maar... Zaterdag 8 april is het vandaag. Even een update, een realistische update. De afgelopen week ben ik dus bezig geweest met de laatste stappen voordat de podcast gelanceerd wordt. En op de een of andere manier ging ik de afgelopen 2 dagen zo erg aan mezelf twijfelen. Ik ga gewoon veel te veel nadenken bij alles wat ik zeg, of het wel goed genoeg is, of het wel leuk genoeg is. En mijn perfectionisme komt gewoon te veel naar boven. En dat is gewoon echt heel irritant. Ja, ik ben gewoon heel erg kritisch op mezelf altijd al geweest. En eigenlijk moet ik dat echt proberen meer los te gaan laten. Want het is vervelend. Ik was afgelopen week heel erg trots op wat ik had neergezet. En de afgelopen 2 dagen ben ik mezelf zo erg naar beneden gaan praten. Ja, ik deel dit omdat het wel realiteit is. Ook al ben ik heel enthousiast over dat ik deze podcast ga beginnen. Ik ga gewoon best wel dieper in op onderwerpen. En daarbij ga je jezelf best wel kwetsbaar opstellen. Wat ik best wel eng vind. Want... je gaat gewoon nog meer van jezelf delen. Mensen leren je nog beter kennen. Ja, ik vind dat zelf natuurlijk iets heel erg moois. Anders zou ik het niet doen. Want ik denk dat mensen daar juist veel uit kunnen halen. Maar het is ook een beetje dat ik denk van... oké, dit is wel eng. En het is toch weer net eventjes dat je jezelf
ja, laat zien. Dat je iets meer van jezelf laat zien op social media. En ik denk dat dat een beetje is waar die onzekerheid vandaan komt. Dat ik denk van, gaan mensen die kant van mij ook wel leuk vinden? Ik voel me nu beter, zoals je kan zien. En ik weet ook dat dit gewoon gebeurt omdat ik ervan ga leren. Maar ja, het is wel, ik wil het wel delen omdat het gewoon realiteit is. Het gaat waarschijnlijk gewoon vet leuk worden. Er gaan echt wel mensen luisteren. Ik zie het zelf gewoon echt als een nieuw groot project in mijn leven. Waar ik hopelijk veel mensen mee kan inspireren. En ja, iets nieuws beginnen is eng. Maar het is denk ik ook heel erg leuk. Uit je comfortzone gaan is eng. Maar je gaat er ook heel veel van leren. En ik zeg deze dingen ook gewoon tegen mezelf. Omdat ik moet mezelf blijven reminden. Want anders ga ik naar mijn gedachten luisteren. En als ik dat ga doen, dan komt er nooit een podcast. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan denken. Oprecht, laat het weten in de comments. Laat weten of jij gaat luisteren vooral. Ik zou zeggen, ga het luisteren, ga het streamen. Dit is de datum dat de eerste aflevering, dus de eerste echte aflevering online komt. De lange aflevering. De intro aflevering komt online op deze datum. Als je benieuwd bent, ga het zeker beluisteren. En ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het leuk vond, laat het weten in de comments. Laat het weten als je tot het eind van deze video hebt gekeken en je hier nog steeds bent. Heel erg bedankt. Laat een hartje achter. En hopelijk zie ik jou volgende week weer bij de room makeover video. Want die gaat volgende week natuurlijk komen. Dus ja, dit was het voor deze video. En tot volgende week. Doei doei!